dit zijn innovaties die de wereld inderdaad een stukje beter maken. En op deze manier gaan we met 70.000 mensen op deze campus de wereld groener maken, duurzamer en gezonder. En dit is een eerste stap. We staan hier op, op de campus van Groningen en we staan hier letterlijk op het nieuw aangelegde buffertrottoir. Eigenlijk lijkt het precies op een trottoir zoals je dat gewend bent, alleen is het een stuk duurzamer en het zorgt ervoor dat je geen wateroverlast hebt. Nou, het werkt eigenlijk zo dat als het gaat regenen, dan zou normaal het water naar het riool gaan en ben je het kwijt. Als het heel hard regent, heb je wateroverlast, want dat kan het riool niet aan. Bij dit systeem werkt het wat anders. Het water gaat tussen de tegels door naar beneden. Daar zit een krattensysteem. Daar wordt het water opgevangen, zodat je geen wateroverlast hebt. En je bent het water ook niet kwijt. Het kan namelijk lokaal de bodem instromen. En daardoor hebben we ook, zoals de bomen hier die je in de omgeving ziet, een ander groen, hebben daar weer voordeel aan. Dit zijn hele speciale tegels. Die hebben ongeveer 80-90% minder CO2-uitstoot in de productie. Dat komt omdat er gebruik wordt gemaakt van een biobased element, een gras, wat heel veel CO2 opneemt in de groei. En daarnaast worden er oude stukjes beton opnieuw gebruikt. Voor de campus is het heel belangrijk om te laten zien dat we niet alleen maar innovatie doen in de wetenschappelijke kamers, maar ook zichtbaar maken op de campus zelf. En dit is nou een heel mooi voorbeeld van een innovatie waarmee je eigenlijk daadwerkelijk zeg maar, laat zien op de campus dat je de wereld wat groener maakt. Wat ik het leuke vind is, dit is een start-up die zeg maar, vervolgens via ons Amsterdamse netwerk hier terecht is gekomen. En de universiteit bij de Hanze Hogeschool helpt mee om dit te realiseren. En de gemeente uiteraard, dus het is echt gewoon een samenwerkingsproject. Wat we heel vaak zien is dat we op de campus allemaal innovaties verstoppen die later niet meer zichtbaar zijn. En dus als je deze stoep hier kijkt, dan denk je later van als je eroverheen loopt, dit is een stoep. Terwijl in de werkelijkheid is het een hele innovatieve stoep. En dat willen we zichtbaar maken met Points of View. Die eigenlijk het verhaal vertellen van de innovatie op de campus. En het is de bedoeling dat er nog veel meer van dat soort informatie plekken gaan komen. En waarbij je kunt lezen wat voor innovaties er zijn. Waar je met je QR-code ook het verhaal kunt en de achtergronden kunt gaan ophalen. Ik vind het heel mooi dat het er nu eindelijk ligt. Dus het is gewoon tof om met zo'n enthousiast team samen te werken. En nu samen te vieren dat het een geslaagd project is.